Hi, goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt. Welkom als je voor de eerste keer kijkt. Ik weet niet precies. Ik heb wat nieuwe dingetjes. Dus daar gaan we mee opmaken. Ik heb de vitamine C primer van Catrice. Die heb ik nog niet gebruikt. Ik heb hem natuurlijk wel een keer geswatcht, zeg maar. Maar daar bleef het dan ook bij. Geeft het een glow? Ja, zeker wel. Lekker. Voelt heel verfrissend aan. Plakt een klein beetje. Wat goed is voor een primer natuurlijk. Oké. Even laten drogen. Kunnen we even praten. Ik ga even mijn bril doen. Want ik heb de IRL of IRL of Earl of Filter Longwear Foundation van Revolution. Het zegt, het is oil free, 16 uur, breathable soft matte. In de kleur F1. Dat was licht met neutrale ondertoon. Ben ik geïnteresseerd hierdoor? Ja. Ben ik nerveus? Ja. Je hoort, ik zit een beetje, ja zo. Je hoort verschillende dingen daarover. Het zou heel mat zijn en ik heb een droge, oudere huid. Dus niet de beste combinatie. En nu heb ik laatst een filmpje gezien van iemand die deed hem op. En die was helemaal blij en die vond het zo mooi. Maar die had 7 pompen van deze foundation opgedaan. Met alle respect dat ik tegen Dennis zei. Dennis, kijk hiernaar. Als ik er zo uitzie, stuur me terug naar boven. Als ik denk dat ik er goed uitzie zo. Het was zo dik en zo cakey. En oké, in haar voordeel. Zij had een heleboel acne-achtige dingen. Dus dat zag er al. Maar nou goed. Ik weet niet of ik het moet schudden. Maar dat doen we dan maar gewoon. En dan gaan we kijken. 1 pompje. Daar gaan we het proberen mee te doen. Hoe heeft die ander toen 7 pompen hiervan op haar gezicht gedaan? Deze is nog een beetje te nat. Even in mijn handdoekje knijpen. 7, hè? 7. 7. En ik zag... Jeetje, kijk nou. Het blendt heel goed uit. Ik zag heel veel mensen. Of ik heb er redelijk wat filmpjes over gezien. Laat ik het zo zeggen. Waarbij. Ik weet niet wat ik zeggen wilde. Om een nieuwe primer te proberen met een nieuwe foundation is misschien niet heel handig. Oh ja, ik zag even voor mensen met een, naar mijn idee, wel een gewoon lichtere huidskleur. Die dan een F5 of een F7 of... Dus ik had het idee dat deze veel te licht voor mij zou zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Ik zie er op beeld veel witter uit dan in het echt, moet ik zeggen. Maar kijk wat 1 pompje doet.
Oké, ik heb geen blurring primer opgedaan vandaag. Het haalt niet alle roodheden weg. Dat had ik ook niet verwacht. Ja. Is het mat? Ja. Is het heel mat? Nee. Het ziet er gewoon natuurlijk uit. Ik denk, het droogt al redelijk op. Dat vind ik al heel fijn. Want ik hou niet van dat plakkerige. Dan moet ik het afpoederen. Ja, in eerste ogenblik denk ik, ja, mooi. Maar hoe ga je hier 7 pompen van opbrengen? Ik bedoel, kijk, zoals deze vlek. En hier wat roodheid. Je zou kunnen denken, dat moet je opbouwen. Maar dat doe ik over het algemeen niet, omdat ik denk dat ik... Nou, dat denk ik niet, dat weet ik. Ik hou van een wat natuurlijkere make-up. Ja. Ik weet niet waar ik zo nerveus voor was eigenlijk. Zal ik een heel klein beetje bij doen om wat extra roodheden. Dan doe ik een millimeter. Dan probeer ik even hier. En even rond mijn wenkbrauwen. Waar ik altijd veel roodheden heb. Ja, weet je, het probleem is, dan moet je heel je gezicht doen. Want hier over mijn wang heen, waar die plek zit, die je nog steeds ziet overigens, lijkt mijn huid nu witter, lichter, dan de rest. Maar ik moet zeggen, dat het bij mijn wenkbrauwen wel heel goed zit. Oké. Ja, we gaan verder. We gaan even een concealertje aanbrengen. Heb ik een concealertje hier? Nou, ik heb alleen de Milani Eye Brightener. Maar dat mag. Dat vind ik niet erg. Daar zie je op zich niks van. Zo. En dan doen we een heel klein beetje van de Revolution on the eye powder. Zodat het nergens heen gaat. Ik heb in mijn ogen gezeten. Oké. Dit ziet er heel smooth uit hoor. Als je nog een glowier product hieronder doet, dan komt dat er ook nog wel doorheen. Je ziet hier ook nog wel een beetje glow. Bij spiegel staat daar. Oké. Ik heb van Revolution een conceal en contour palet.
Ik had dus wel een gewone concealer. Oké. Ik ga proberen hiermee te contouren. Of te bronzen of met deze twee kleuren. Heel oranje. Oh, hemeltje. Nou, dat ga ik niet op mijn voorhoofd smeren. Deze kleur is wel alweer wat beter. Maar ik hou niet van dat. Ik denk dat deze kleur wel goed is voor onder mijn ogen. Maar voor de contouren vind ik het niet. Of voor de bronzen eigenlijk, hè. Nee. Die kleuren vind ik niet geweldig. Maar dat kan ook gebeuren, hè? Goed. Blush. Ik heb de nieuwe LA Girl Cream Blush. In de kleur... Het ziet er zo uit. Ik heb hier al wat video's over gezien. We beginnen hiermee. Want het schijnt enorm gepigmenteerd te zijn. En dat is het ook. Nou, dit was... Oh, zie je dit echt wel hoor. De foundation is helemaal opgedroogd trouwens. Nou, je ziet het echt wel. Dat hele kleine beetje... Heeft twee wangen geblust. En een hand. Gelijk even eraf halen voordat ik helemaal onder zit. Leuk. Leuke kleur dit. Beetje oranje naar mijn zin. Of een beetje peachy. Leuke kleur. Absoluut. Ja. Blend heel mooi. Droogt op. Mat. Ja. Leuke kleur. Ja, ik had ook een poeder, maar nee, laten we dat maar niet doen. Wat heb ik gekocht? Ik heb de NYX Epic Liner gekocht in een soort goud. Dus ik dacht, daar... Maak ik even een lijntje mee. Ik denk dat dat gewoon niet op camera te zien is. Zo. Dan heb ik ook een witte van de Epic Liner. Voor in mijn... Is de ooghoek. Dan ga ik even tijdlijnen.
En dan doe ik even mijn binnenste waterlijn met een nude kleur. Zo. Dan zijn de ogen voor vandaag gewoon klaar. Het is gewoon heel simpel. Ik weet niet of je het op camera echt ziet. Nog steeds de Maybelline Curl Bounce. Nog even wat extra op de bovenkantjes. Heel mooi. Ja, fijne mascara. Oké. Die had ik ook nieuw. Dat komt dan een andere keer. Ik heb een NYX lip liner in de kleur Natural. Ik heb nog nooit een NYX lip liner gebruikt. Ik ben verkouden. Ik dacht dat ze heel hard zouden zijn. Ik had genoeg pigment af. Hele mooie kleur dit. Heel fijn. En dan heb ik de Milani. Ja, dan moet ik even gaan kijken hoe dat heet. De Milani. Nou, deze, maar dan de matte variant. Ik heb die andere ook. De hydrating. Dit is de kleur Pleasure. En het komt er als een gewone bullet uit. Moet ik even zoeken waar ik dan die andere heb. Hallo? Hallo? Nou, dat kan toch niet? Ik kan hem niet vinden. Even dit doosje. Oh! Er valt ook het een en ander nu. Zo. Ja, dit is die andere. En die gaat zeg maar, is ook een ander model. Zie je dat? Dus die doen we terug. Zo.
En deze gaan we opdoen. Een beetje kokosnootgeur. Oké. Vind ik dit mooi? Er gebeurt wat er heel vaak gebeurt als ik Milani, dat heeft niks met het merk te maken. Dit soort nudes op heb, die slaan bij mij oranje uit. Vind ik het matte leuk? Zeker. Zeker. Ik denk dat ik aan de kleur een beetje moet wennen. Het misstaat zeker niet. Absoluut niet. Ik ga even een highlightertje opdoen. Zo blij mee. Zo blij mee. Zit in mijn shop, mijn stash. Komt binnenkort. Moet ik dit poederen? Nee, ik geloof het niet. Het voelt allemaal wel redelijk droog aan. En natuurlijk, ik doe er nog wel even setting spray op. Dat vind ik altijd gewoon fijn. Dit is de super dewy van Revolution. Nou, even. Ik sla mezelf echt heel hard op mijn wang ermee. Maar dat geeft niet. Wat vind ik ervan? Ja, de oogpotloden zijn prima. Dat had ik ook niet anders verwacht. En het ging mij meer om de kleur, zeg maar. Er zit een heel licht goud shimmertje rond mijn oog. Zeg maar, bij de wimperlijnen. Ja, zoiets. Wimperranden. De randen, dat was het woord. Dus, ja. Dat is prima verder. De lipstift is droog. Absoluut. Ik weet nog niet wat ik van de kleur vind. Hij is ook beeld charmanter als in het echt, moet ik zeggen. De blush, ja, geweldig. De foundation, ja, goed tot nu toe, gewoon. De contour, weet ik niet. Ik vind de kleuren niet helemaal geweldig. Had ik nog meer? De primer, ja, nou, dat, ik weet niet. Het voelde prima en of het verder wat doet, weet ik niet. En dat was het volgens mij. Lippen, ogen, ja, meer heb ik niet nieuw gebruikt, geloof ik. Nee. Ja, dat was hem. Ik ga een dag beginnen. En dan zie ik jullie heel graag weer de volgende keer als ik weer nieuwe producten heb of een Shop My Stash wil doen. Ik heb inmiddels een Shop My Stash gedaan. En ik zal daar van de week een Get Ready With Me mee doen. Maar ja, verder heb ik eigenlijk nu even niks.
lekker makkelijk knotje in vandaag. Lekker simpel. Ik ga lekker koffie drinken. Hey, fijne dag. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer.